Een hele goede dag, lieve vrienden en vriendinnen. Daar ben ik weer met een nieuwe video. En ik heb vandaag weer een shoplog, omdat ik de laatste tijd zoveel spullen heb gekocht. Nou ja, zoveel spullen is ook wel weer een beetje overdreven. Ik vind het wel meevallen. Maar ik dacht van, ik heb lang niet meer iets laten zien van wat ik allemaal heb gekocht. Vorige week ben ik naar de stad geweest, heb ik superleuk spulletjes gekocht. En ja, dat ga ik gewoon even aan jullie laten zien. Want ik krijg heel vaak de vraag via Instagram waar ik mijn kleding koop en waar het vandaan komt en hoe duur het is. En altijd als ik in beeld kom, zien jullie altijd een bos haar en mijn gezicht niet. Dus ik doe het even zo. Dus ja, ik ga maar gewoon weer even laten zien wat ik allemaal heb gekocht de laatste tijd. En mijn haren, die worden bruin door de zon. Super irritant. Maar ja, even voor het om te beginnen. Ik heb geshopt bij de Douglas. Geshopt bij de Zara. Bij de Louis Vuitton. Bij de Bijenkorf. En bij de Urban Outfitters. En AliExpress natuurlijk. Ja, zonnebrillen. Ik ben verslaafd aan zonnebrillen. Ik kan er niks aan doen. Zonnebrillen, dat is gewoon mijn ding. Ik weet niet waarom. Ik doe elke keer mijn haar achter mijn oor, maar ik weet dat het lelijk is, maar toch doe ik het elke keer. Super irritant. Zullen we maar gewoon beginnen met de Douglas dan maar. Bij de Douglas heb ik een luchtje gehaald van Victor & Rolf. Victor & Rolf spijspomp, die heb ik gehaald. Die was 99 euro. Super lekker luchtje, echt een aanrader. Echt, ik word al gewoon blij als ik over praat. En ik heb dit erbij gekregen, een soort van pakketje. Zo'n verzorging, maar ja, er zit een lipgloss bij en zo, dat hoef ik allemaal niet. Maar er zit wel een gezichtsmasker bij en gezichtscreme, body lotion. Dus het is wel leuk, aardig van die mensen dat ze dat meegeven. Nou ja, voor de rest heb ik allemaal nog testertjes erbij gekregen en allemaal geurtjes erbij gekregen. En ja, de helft heb ik al opgemaakt, want het ligt ergens hier op mijn bureau. Maar dat is al op, omdat ja, zonder parfum ga ik de deur. Oeh. Zonder parfum ga ik de deur niet uit. Dus parfum is voor mij gewoon een heel belangrijk deel van mijn leven ook. Daarnaast heb ik bij de Bijenkorf schoenen gehaald van Fila. Het zijn deze schoenen. Even voor de duidelijkheid mensen, ik heb ze wel al aangehad. Maar ik kan niet omgaan met witte schoenen. Maar met deze schoenen ben ik zo zuinig. Dat echt, ik ben verbaasd over mezelf. Dus die schoenen heb ik gehaald. Die schoenen waren 120 euro bij de Bijenkorf. Daarnaast heb ik nog allemaal leuke zonnebrilletjes besteld via AliExpress. Deze bril. Deze bril is super leuk als je naar buiten kijkt en het is daglicht. Dan echt, de wereld is 10 keer veel mooier. En ook in de avond, echt, je ziet alles super helder. Deze bril had ik vroeger ook al, maar die ben ik ooit kwijtgeraakt in de taxi toen ik een beetje ver van de wereld was. Dus die heb ik opnieuw besteld en nu zitten er blauwe glazen in plaats van normale glazen. Dus als ik ook nu naar buiten kijk is de wereld ook 10 keer veel mooier dan zonder. Dus dat is helemaal mee meegenomen. Trouwens, deze gele bril die was 3 euro. Deze bril was 2,75. Het is echt geen geld. En deze bril, ja, ik dacht, weet je, we proberen het gewoon. Maar ik heb er nog niet eens één keer op gehad. Maar ik weet niet, staat het me? Denk het niet, nee. Ik vind hem niet zo leuk. En deze bril, nou, even kijken. Deze bril was ook 3 euro of 2 euro of zo. Ik weet het allemaal niet. Maar het is echt goedkoop, dus die prijs onthoud ik allemaal niet. En deze bril vond ik gewoon zo grappig. Deze moest ik halen ooit voor een foto. Want ik moet hier echt een keer een foto mee maken. Maar voor de rest ga ik hem niet buiten dragen of zo. Want dit is gewoon niet mijn ding. Maar ik vond het gewoon doof voor de foto een keer. Dat waren dus de brillen via AliExpress. Deze was ook ongeveer rond de 2 euro. Het is echt geen geld wat je uitgeeft bij AliExpress. En bij de Urban Outfitters heb ik een zwembroek gekocht van Calvin Klein. Gewoon heel basic. Heel simpel. Deze zwembroek, hier zit nog wel een prijskaartje aan, want ik heb nog niet gezwommen mensen, dus vandaar. Deze zwembroek was 50 euro bij de Urban Outfitters. Daarnaast heb ik nog bij de Zara dit t-shirt gekocht. Dit t-shirt heb ik gekocht en dit t-shirt was 20 of 25 euro. Daarnaast heb ik ook nog deze groene joggingsbroek gekocht. Eigenlijk, het is echt... Oh, er zit een witte streep naast, maar deze joggingbroek is zo comfortabel en je kan hem ook lekker aan een festival. Want ik heb deze broek namelijk ook al aangehad op een festival. Die vlog moet ook nog online komen, maar ik heb daar nog helemaal geen tijd voor gehad om die video te editen. Omdat ik het super druk heb met school, want ik zit in mijn laatste jaar, dus ik moet heel veel dingen regelen. Het is niet te doen. En deze broek heb ik ook gekocht. Het is een zwarte broek, ook met een witte streep. Ik weet niet, het is een pantalonbroek, maar deze broek was... Deze broek was 40 euro. Ik heb niet gezegd hoe duur die groene broek was, hè?
Deze groene broek is 25 euro. Deze pantalon met witte streep was 40 euro. En ik heb hem ook nog in het grijs gehaald. Ook met een witte streep. Deze pantalon, die was ook 40 euro. Nou mensen, we gaan er met een rapido tempo doorheen. Even kijken, nu moet ik alleen nog eigenlijk even laten zien wat ik bij de Louis Vuitton heb gekocht. Tasje super schattig. Ik heb hem ook al opengemaakt, want ze hebben hem heel mooi gestrikt met een heel mooi lintje. Maar ik kon niet wachten om hem aan mijn moeder te laten zien. Nou, dit is het doosje van Louis Vuitton. Ik heb een armbandje gekocht. Jullie zien mijn hoofd niet. Jullie moeten wel mijn hoofd zien. Vind ik. Ik weet niet of jullie het interessant vinden om mijn kop te zien op het internet. Maar ja. Ik heb dit armbandje gekocht. Dit is het armbandje wat ik heb gekocht. Ik zal hem ook gelijk even omdoen. Dan moet deze lelijk even af. Dat lelijke elastiekje. Ja, sorry mensen. Ik ben niet zo snel met armbandje omdoen. Kijk, dit is dan de armband. Ja, dat was mijn Louis Vuitton armband. Dat is mijn Louis Vuitton armband. Die armband was 220 euro. En eigenlijk heb ik deze maand zoveel geld uitgegeven. En eigenlijk wil ik nog veel meer spullen. Ik heb ook al met de Louis Vuitton... Want je krijgt, als je zo'n aankoop doet of zo, krijg je een soort van mail. Of je krijgt een kaartje van een man. Omdat ik wilde nog iets extra's kopen, maar dat was er helaas niet. Ik wilde nog een tweede armbandje halen. Die was ook 220 euro. Maar die was helaas uitverkocht. Maar dit waren een beetje mijn aankopen wat ik de afgelopen maand heb gekocht. Oh, en deze broek die ik aan heb trouwens. Deze broek heb ik gekocht ook. En deze broek was 40 euro, maar hij was 10% in de sale. Dus ik heb er maar 30 euro voor betaald bij de H&M. Oeh. Ik heb trouwens ook een nieuwe YouTube naam. Omdat mensen die Himixnow, Gioxnow of hoe je het ook uitspreekt. Ik weet niet eens hoe ik mijn eigen YouTube naam uitspreek. En ik heb het gewoon veranderd in mijn eigen naam. Dus gewoon Himano, Giovanni. Zo heet ik nu ook op Instagram. Want in het begin heet ik ook Himixnow, Gioxnow, weet je. Niemand snapte het. En iedereen vond het te ingewikkeld om mij op te zoeken. Dus vandaar dat ik mijn YouTube naam ook heb veranderd. Gewoon in Himano, Giovanni. Dat zijn gewoon mijn twee namen. Mijn eerste naam en mijn tweede naam. Duh, logisch. Ja, dus... Nu is het ook makkelijker om mij te vinden op YouTube en op Instagram. Ja, en dat was het eigenlijk weer voor vandaag. En er zal best wel snel een tweede shoplog aankomen. Omdat ik toch wel meer spulletjes wil kopen weer. Ik kan niet zo lang met dezelfde kleding. Maar ik denk dat jullie dat wel al gewend van me zijn. En ook de mensen die mij kennen. Dus ja. Dit was mijn shoplog. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik zit nog steeds op de grond. En mijn knieën doen pijn. Dus... Ik ga deze vlog afsluiten, want ik moet zo ook nog naar een verjaardag. Dus vandaar. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe allemaal een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En zie mij de volgende keer weer terug op jouw beeldscherm. Met een lach op mijn gezicht.